open. Dat mag niet. Kom zo dicht mogelijk bij huis. Voor de coronacrisis te bestrijden. Koop allemaal producten van eigen land. Fruit. Groenten met een Belgisch vlagje erop. Ik eet graag appelsien, maar appel vind ik ook lekker. Als het niet anders kan, koop dan op internet, maar niet aan de andere kant van de wereld. Hè. Koop per plaatselijk, ook na de coronacrisis. Ik ben Jules de Leesnijder, dank u voor naar mijn nieuwste kijken allemaal. Ja, Toetje? Nee, niet. Natuurlijk, Toetje. Kan weer. Heel mooi. Speciaal dag voor ons, hè? Ja. Ja. Ben klaar, Toetje. Beetje stress? Ja, een beetje stress, tuurlijk. Maar al de rest is voor ons, dus al gebeurd, hè? Uiteindelijk al wat. Dus juist allemaal akkoord nodig en dat hebben we, dus daar zijn we super blij over. Sowieso, mijn familie is in Litouwen zijn en in de zomer misschien een feestje geven van, voor mijn familie. Hè. En nu is het een beetje zelfs, ja, voor ons twee. Niemand voor mij en niemand voor hem. Voilà. Wat dat voor mij een goed gevoel geeft. Oké. Eventjes hebben we daarover gedacht, ja. Voor dat allemaal te verzetten en te doen. Maar? Maar dan uiteindelijk, het is onze dag dat we gekozen hebben. Kijk, ik alleen maar met een man nodig voor te trouwen. En mag? En we mogen nog, dus ja. We hebben onze datum gehouden. Omdat mama heel mooi vond en omdat we uiteindelijk blij zijn met elkaar. En zus, om dat nodig, hè? We zijn aan het supporteren, maar ze groot niet gereed, geloof ik. Verstandig, hè? Salut, hè? Hey, là! Woo! Tot ziens, hè? Tot ziens, hè? Het is ja, hè? Ja, hè? Niet vergeten, hè? Ja, hè? Ik bewonder jullie inzet om dit huwelijk toch te laten doorgaan, ondanks de regels van corona. Geen familie, geen vrienden in de zaal, al zijn deze er wel bij via onze webcam. Nu gaan we onmiddellijk overgaan tot het officiële gedeelte. Meneer Vitautas Karpavicius, neemt u voor wettige echtgenote mevrouw Laura Inge Erik Le Vijver? Ja. Ja? Mevrouw Laura Inge Erik Le Vijver, neemt u voor wettige echtgenote de heer Vitautas Karpavicius? Heel graag. En normaal vraag ik nu een applaus in de zaal, maar er is niemand. Dus, ik geef het allemaal. Succes, jongens. Ik heb mijn maal toch wel eens doen, Ville toegelukt. Of alleen. Ja, en er niet waar, want het is mijn schoenstuur dat ik dat al ga doen. Heeft ze nog maar een keer een applaus, go! Kom maar! Ja! Oké. Tuurlijk, uiteraard. Dank u vriendelijk, bedankt voor het bellen. Dag. De man in de straat.
Doe zo voort, was de samenvatting. Oké. Want, dan zullen we dat doen, hè. Soms gaat de tijd tergend langzaam en soms lijkt dat ongelooflijk vlug te gaan. Wat betekent dat je meestal niet echt een geweldig goed idee hebt welke dag het is. Donderdag vandaag, hè? Voilà. Hoe is het eigenlijk begonnen voor Mark van Renst, zijn medische carrière? Vroeger dan kon je nog van die scheikundedozen kopen waar werkelijk iets in zat. Daar kon je nog iets mee doen. Nu is dat allemaal weggereglementeerd. Poeiersuiker is waarschijnlijk het meest gevaarlijke wat daarin zit. Daar mag niks meer in zitten. Vroeger kon dat wel. Ik kon toen ook naar de lokale apotheken gaan en naar producten vragen die, ik geef die op een briefje, je vandaag niet meer zou krijgen op simpele vraag. Ik heb me sindsdien nooit verveeld. En dat meen ik echt, hè. Je kon toen echt opstaan en echt in volle verwachting zijn van wat een aantal experimentjes die ik de avond ervoor had ingezet, zouden geweest zijn. En dus dat is elke ochtend wakker worden met de verwachting van wat gaat er hier gebeuren. Dat is nooit weggegaan. Pas op, hè. Sommige dingen ben ik niet zeker of ik zo verheugd zou zijn, moest mijn zoon daarmee beginnen. Maar bon, het is altijd goed afgelopen, net. Tijdens de geneeskundestudies mocht je een stage gaan doen. Ik heb een deel dat in Finland gedaan en dan een deel in New York ook een paar maanden, 4 maanden op het einde van mijn studies. En dan uiteindelijk verliefd geworden op New York. En dan 3,5 jaar daar nog gaan werken, wetenschappelijk onderzoek gaan doen, wat dan een doctoraat geworden is. Hoe kijkt u dan vandaag naar New York, wat daar aan het gebeuren is? Tragisch natuurlijk. Maar dat zou gebeuren, was toen al duidelijk. Gezondheidszorg is onbetaalbaar in de Verenigde Staten. Wanneer je hier naar de ziekenhuizen gaat en naar de intensieve zorgen gaat, dat is gestructureerd. Wanneer je dan naar New York gaat, daar is dat een oorlogszone. Dat is oorlogsgeneeskunde. Daar moeten ethische keuzes gemaakt worden op elke moment. Mensen geraken de klinieken soms niet binnen. Dat is helemaal anders. Ik zou er geen... Wanneer je alles optelt, 4 jaar geleefd hebben, moest ik geen band hebben met New York. Ik hou van die stad nog altijd. Ik heb me daar waanzinnig geamuseerd. Het was een bijzonder interessante tijd. Intens ook. Dus wanneer je dat dan met New York ziet gebeuren, dan is dat, dat is tragisch. Ja. Dat doet iedereen pijn, denk ik. Ja. Officieel is aan ons meegedeeld dat wij urgent herstellingen mogen doen. Ik heb onlangs een zorgverlener, die stuurt een mail dat hem dus in zijn vrije tijd met zijn koersfiets wil gaan rijden. Omdat hem elke dag moet gaan werken, vol bezig is. En die wil zijn zinnen wat verzetten in de momenten dat hem thuis is. Voor de dagen daarna terug te kunnen er vol tegenaan te gaan. Ja, is dat dan urgent of niet? Dat is zo'n heel moeilijk verhaal. En in dit verhaal heb ik die man wel geholpen. Dus op dat gebied moeten we daar denk ik een beetje nu gezond verstand in laten werken. En momenteel lukt dat wel goed. Op het moment dat wij terug open gaan, ik denk dat we gewoon moeten vasthouden aan de takken van de bomen, denk ik. Want al die mensen zijn nu aan het fietsen, dus er gaat toch sowieso iets aan die fietsen aan zijn. Dus op het moment dat wij terug mogen open gaan, is dat gewoon vol een bak. Dat kan bijna niet anders. Ik zie er nog het voordeel in. Je kunt er niet anders aan bij lachen, bij amuseren. Dat herde dan ook, hè. Als je hier alleen zei, dat ja, alles staat direct overhoop. Want ja, je begint en je bent niet bezig en je laat iets liggen en dat slingert rond en ja, dat is een beetje amputant. Dus je moet blij zijn dat mijn madame hier af en toe ook wat is. Dat die mij bij een calais pakt voor op te rommelen. Dat is eigenlijk een fietsje van een mevrouw. En die fiets was al besteld voor de corona. En die vrouw heeft nu gemaild van ja, kijk, het is binnenkort Pasen. En die fiets was eigenlijk al verkocht. Dus dan gaan we die nu ook gewoon aan huis leveren. En dan ja, de nodige afstand bewaren. Dus ik ga dat manneke toch blij maken dat hem toch met Pasen zijn fietsje heeft. Hè. We'll be right back.
Oftewel ga ik een keer fietsen. En anders is dat ja, spelen. Hè. De papa, spelen. Springen. Springen. De hof is omgetoverd tot een... tot een kinderparadijs. Dus ja. Dan is dat... dan is dat wel plezant. En ik geniet daar ook wel van, pas op. Je weet, hier is de baas, hè. Eigenlijk is dat wel leuk. Ik geniet daar wel van dat hij thuis is. Omdat, normaal gezien ben ik zo, zeker op woensdag ben ik altijd met haar alleen thuis. En nu kan hij dat zo'n beetje invullen en heeft zij ook veel meer aan hem. En daar ben ik zo. Ja! Ik ben een paard! Ja! Plezant! Geef Olaf maar eens een knuffel. Ja, zo is het. Knuffel, hè. Hij koopt eigenlijk die dingen voor zijn eigen. En hij doet alsof dat voor zijn dochter. Wiebedoe! Dat was leuk, hè? Nu papa. Papa kan alleen op zo'n buik eraf. Ja, dat is lier beter, hè? Oh, my. We denken nu misschien zo van, ah, tju, waarom geen broertje of zusje? Papa zal uw broertje wel zijn. Ja! Ja, dat is het ook. Wel. Leuk, hè? In quarantaine? Mijn komende 24 uur is nu de komende 8 uur een laaddienst werken. Daarna thuis in bed gaan kruipen. En dan morgen om 7 uur sta ik in Kortrijk om daar 12 uur ziekenwagenshift te draaien. Om 10:45 was ik thuis en om 12:30 ben ik gaan slapen. Het was een uur of 5:30, 6 slapen. Dat is voldoende. Maar ik ben er wat ingerold van toen ik 12 was. Ja, dat altijd blijven doen. Ik vond het wel plezant, want ik woon nu in Gent, maar ik kom altijd naar Kortrijk omdat het is een toffe sfeer. En je komt om te werken, het is vrijwilligerswerk, maar eigenlijk maakt het vrij veel plezier ook. Het is Roeselare. We hebben een nierdialyse. COVID-1, betrokken in uw opdracht. Ik vind dit soms moeilijker ook, omdat het de patiënt direct ziet. Goedendag, meneer. Terwijl anders, als dat op spoed werkt, ja, het is te simpel. De mensen die weten al dat ze met een probleem zitten, dus ze komen naar spoed. Terwijl dit soms is de eerste benadering. Zijn er korter van adem dan anders, of niet? Nee, dat gaat. Adem een keer goed, diep in en uit door uw neus. Maar dit is ook wel toffer om te doen. Je zit ook met een vriendengroep. Je kunt dan een keer plezier maken als er niemand is. Kijk, we zijn er. We hebben een brilletje in de neus gestoken. Dat is een slangetje dat in de neus gaat, waar dat er langs daar zuurstof loopt. Dan, iedere keer als ze inademen, trekken ze die zuurstof mee naar binnen, zodat die long meer zuurstof krijgen aangeboden. Je ziet dat vaak met mensen die COVID hebben. Ze zien er beter uit dan dat de toestellen zeggen. Dus die man leek ook niet zo kort van adem, maar had wel wat zuurstof nodig. Goedemorgen meneer, COVID-1 terug beschikbaar ter hoogte van AZ Delta Roeselare. Over. Roger, stop. Richting Louwe, goed begrepen. Hier hebben we maar een kort patiëntcontact. Dat is maar een half uur max meestal. Hallo. Goeie. Ja, morgen of middag. En je bent ook in de ziekenwagen, dus je bent ook maar het eerste labmiddel eigenlijk. Maar af en toe zie je wel serieuze dingen ook bij ons. Zeg je kort ademen ook? Nee, alleen maar koorts. En keelpijn. Koorts en keelpijn. Ja, dat was een vreemd toffe man. Nog een goeie eigenlijk voor 83 jaar te zijn. Tof ventje. Ik had wel het gevoel dat die man zo wat dankbaar was. Dus, het is gewoon tof dat je een goede babbel hebt. En die mensen zijn ook gewoon content dat ze komen halen. Ik vind echt, ik krijg er zo een warm gevoel van. Je hebt al warm in dat pak en dan krijg je het nog warmer. Gewoon wat dat zo, dat is wijs. Hey allemaal, we zijn spijtig genoeg verplicht om allemaal binnen te blijven. Ik hoop dat we binnenkort allemaal terug buiten mogen, dat we mogen doen waar we zin in hebben. Maar ik stel voor, ga allemaal naar buiten, ga wat dansen en zingen in de zon. Dan doen we dat gewoon samen. Veel te vaak gezworven, heel het holst van de nacht.
mezelf te vaak bedrogen, te veel afgewacht. Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet meer. Dit wordt voor ons de ommekeer. We gaan dansen in de zon, baden in het licht. Ja, we omarmen het leven met een lach op ons gezicht. We komen samen in hetzelfde verhaal en genieten van het leven. En we zingen. Alles komt goed, we gaan een gouden tijd tegemoet. We gaan dansen in de zon, maar in het licht halen, omarmen het leven. We gaan dansen in de zon, maar in het licht halen, omarmen het leven. We gaan dansen in de zon, we komen samen in hetzelfde verhaal. En genieten van het leven. Ja, we gaan dansen in de zon, maar in het licht, ja, we omarmen het leven. Met de laag op ons gezicht, we komen samen in hetzelfde verhaal. En genieten van het leven. Ja, we genieten van het leven. Allemaal. 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 Schatje. Voilà, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit nummer. Ik althans wel. Lilou ook. Het was plezant. Wij hebben gedanst, gezongen in de zon. En hopelijk mogen we dat allemaal binnenkort weer buiten doen. Overal waar we zelf zin in hebben. Dus geniet ervan. Tot de volgende. Salut. Oh, wat is nu met mijn bloemetje? Je bloemetje? Waar is jouw bloemetje?